We hebben een noodoplossing bedacht achter de stuw die beschadigd is, om daar een tijdelijke dam te gaan bouwen. Hoe gaat die dam eruit zien? Hoe werkt dat? Dat is een dam die wij op ongeveer 25 meter van de bestaande stuw gaan neerleggen, opgebouwd vanuit breuksteen. En die breuksteen die gaan we inpakken zodat die waterkerend is. Voor oplossing biedt die nooddam? Die nooddam biedt een hele mooie oplossing dat wij eigenlijk het Maaspand richting Sandbeek weer gedoseerd kunnen gaan opvullen met water. We kunnen die dam heel netjes opbouwen en dan kan ook het waterpeil weer terugkomen. Daarnaast is de stuw bestaat eigenlijk uit twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel. Het zuidelijk deel is nog gewoon in bedrijf en samen met deze dam kunnen wij de Maas weer gaan stuwen en weer scheepvaart toestaan. Grote gevolgen waren natuurlijk voor onder andere woonbootbewoners. Is deze oplossing voor hen ook goed nieuws? Ja, want op deze manier kunnen wij rustig kijken wat het effect is van een toenemend waterpeil. Kunnen wij de woonboten gedoseerd weer laten drijven. Als je dat in één keer heel snel doet, dan zitten zij zitten eigenlijk vast aan de bodem. Dan hebben ze allemaal water aan boord en dan komen ze nooit meer omhoog. En op deze manier kunnen we dat gedoseerd doen. Daarnaast kijken we bij Haven Heijen om eigenlijk met een mobiele dijk daar ook nog die plas gedoseerd ook nog te vullen en niet afhankelijk hiervan te maken. U heeft het over doseren. Hoe lang gaat het proces duren? Nou, de bouwen van de dam heeft ongeveer 2 weken tijd nodig. Daar kunnen we woensdag of donderdag mee beginnen nadat wij bodembeschermende maatregelen hebben toegepast. Want de schade aan de stuw heeft niet alleen schade aan de stuw opgeleverd, maar ook door de stroming schade aan de onderkant, de bodem van de Maas. En gelijktijdig kunnen we gedeeltelijk dan het peil weer opbouwen. Dus eigenlijk hebben we diezelfde doorlooptijd voor het peil met deze afvoer van water hoeveelheid. Blijft natuurlijk een noodoplossing. Wanneer kan er concreet worden begonnen met de reparatie van de stuw zelf? Ja, het grote voordeel van deze oplossing is dat wij benedenstrooms de dam bouwen. En daardoor bovenstrooms een werkvak creëren bij de stuw. En op die manier de stuw ook gelijk kunnen aanpakken. En nu zit daar nog heel veel stroming. Die gaat daar dan weg. En zo hebben we eigenlijk een half jaar de tijd tot het volgende hoogwaterseizoen. Dat wij met de structurele oplossing kunnen komen. Dus najaar, in het najaar, in oktober, zeg maar, in november moet de stuw gemaakt zijn? Dan willen we wel weer dat hier een normale situatie is. Het is inmiddels een tijdje geleden dat die aanvaring heeft plaatsgevonden. Dat lijkt lang te duren allemaal voor deze noodoplossing. Hoe komt dat? Nou, voordat we überhaupt de schade hier konden inventariseren, moest eerst de benzijntanker weg die dwars door de stuw heen is gegaan. Er was een heel veel stroming waardoor we niet onder water konden kijken wat de schade is. Boven water zie je heel snel dat de schade is, maar er zit ook echt onderwaterschade. Het rivierbed achter de stuw is beschadigd. Daarnaast is het probleem wat groter dan alleen een stuw hier. We hebben 28 kilometer Maasstroom opwaarts waar oevers zijn drooggevallen. Waar we met bakenbomen zitten, waar we met woonboten zitten, waar we met kades zitten. Je moet het wat in een groter plaatje zien dan alleen deze oplossing hier. En hoe ga je dan vervolgens om met hoog water? Daarvoor hebben we 12 scenario's doorgerekend. Die wil je echt wel met zekerheid kunnen toetsen en kunnen weten wat je moet gaan doen om hier een goede oplossing door te voeren.